Dat IS steeds meer in het nauw wordt gedreven, komt volgens commandant Middendorp mede dankzij Nederlandse precisiebombardementen. En daar waar de rode cirkels staan, dat is de uitvalsbasis. De groene cirkels, dat zijn gebouwen waarvan van tevoren bepaald is dat die niet beschadigd mogen worden tijdens deze aanval. Nederland bombardeert IS samen met de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten. Op de grond strijden de Koerden en het Iraakse leger. En zij kunnen de steun vanuit de lucht goed gebruiken. Wat voor de Irakese grondtroepen heel belangrijk is, is dat ze daar gewoon gesteund worden door de coalitie. Ze hebben een flinke opdonder gehad toen IS in het begin die enorme opmars deed. En doordat ze weten dat soort vliegtuigen boven ze hangen, dat geeft heel veel vertrouwen. Hoeveel Nederlandse bommen er op Irak vallen en hoeveel op Syrië wil Middendorp niet zeggen. Daarmee zou IS volgens de commandant te veel informatie krijgen.